De Japanse robot Aiko Shihira werd voor het eerst door Toshiba geïntroduceerd in oktober 2014. The latter part is taken from the first syllables of idea communication. Daarna werd ze ingezet als receptioniste in het winkelcentrum Mitsukoshi in Tokio, waar ze mensen de weg wees. Deze androïde robot werd in 2014 door Toshiba ontwikkeld. Hij ziet eruit als een volwassen 32-jarige vrouw van 1,65 meter. Ze heeft 43 motoren om haar bewegingen en gezichtsuitdrukkingen mogelijk te maken. Haar lippen kunnen bewegen tijdens het praten. De robot is ontwikkeld in samenwerking met de befaamde robotingenieur Hiroshi Ishiguro aan de Universiteit van Osaka. Ze kan echter geen spontane vragen beantwoorden, maar alleen conversaties voeren volgens voorgeprogrammeerde scripts. Ze beheerst meerdere talen, waaronder het Engels en Mandarijn. En het meest opvallende kenmerk is dat ze ook gebarentaal beheerst. Toshiba hoopt dat de robot tegen 2020 tijdens de Olympische Zomerspelen in Tokio ontwikkeld genoeg is om als gids voor buitenlanders te dienen. Daarnaast zal ze in de toekomst worden ingezet om dementerende en zorgbehoevende ouderen te helpen en een oogje in het zeil te houden. ガイダンスおよびいろいろな商品 の, あの推奨ですね、そういったことにお使いになっていただいて、愛子さんがいれば中国語しゃべれるねって言ってこう見に行って、あの頼りにしていただけるとか、まあ、そういったようなことを。